Welkom bij Koken bij de Ree. Nou, we blijven natuurlijk uiteraard lekker in het Duitse gebeuren. We gaan vandaag een zigeunerschnitzel maken. Nou, in Duitsland kom je wel eens van die knotsen tegen. We zullen het vandaag beschaafd houden. Maar we gaan lekker een zigeunerschnitzel maken met natuurlijk zigeunersaus erbij. Eerst ga ik even mijn handen wassen. Zo, handjes wassen. Zonnegeboortstag, veel geluk. Zonnegeboortstag, veel geluk. Zonnegeboortstag, lieve allen. Zonnegeboortstag, veel geluk. Zo, handjes hier fris en fruitig. Wat ik eerst ga doen, is paneermeel maken voor mijn schnitzel. En wat heb ik daarvoor nodig? Nou, het binnenste van een bruine boterham. Dus alle verhaaltjes, eet ook de korstjes op, gelden vandaag niet. We doen ongeveer 6 à 7 bruine boterhammen in een keukenmachine. Dus we gaan lekker lawaai papegaaien. Zie ik tenminste wat ik aan het doen ben. Korstjes laten we liggen. Zo. En dan maken we dus zelf onze paneer. Die je ook uiteraard in een pakje in de winkel kan kopen. Maar het is gelijk ook leuk om te laten zien dat dat gewoon met een oude boterham van thuis ook prima de luxe gaat. Nou, alleen het binnenste heb je nodig. De randjes heb je dus niet nodig. Dus die laten we gewoon liggen. Nou, kan ik natuurlijk gaan vertellen wat je met die randjes kan doen. Die zou je natuurlijk in een koekenpan kunnen leggen. Even een klein beetje boter in de koekenpan. Leg je broodje in de koekenpan. En dan doe je precies in het midden een eitje bakken. Nou, heb je gelijk een boterham met ei. In één, uit de pan. Best grappig toch? Dan zetten we deze lawaaipapegaai even aan. Dat goed fijn is. Nou, dat zijn goede kleine korrels. Dan heb ik hier een zeefje. Of een zeefje, moet je mij horen. Een raspje. En ik heb hier een citroen. En ik ga lekker even de citroen hierboven raspen. Want er zit lekker wat citroen in mijn paneer. Deze is iets lekkerder. Iets steviger citroentje. Zo. En nooit te ver gaan, jongens. Zorg dat dit stukje niet helemaal wit is. Want dan kom je bij het wittere gedeelte. En dat is gewoon echt niet lekker. Zorgen dat alle citroenschil lekker hierbij in zit. Nou, ook even van de vingers af. Die zit ook onder, zoals je ziet. Nou, dat is bijna muziek in de keuken. Zo. Draai ik nog eventjes één keer rond met de keukenmachine. Zo, en dan doen we de broodkruimels lekker in een diep bord. Nou, deze laten we gewoon even rustig staan. Leg ik achter me neer. Voor de zigeunersaus hebben wij nodig een paprikaatje die hier al lekker ligt. Die snijden we eerst in reepjes en daarna in blokjes. Dan is het handig als je al een bekken klaar hebt liggen waar je het gesneden spul in kan doen. Nou, paprikaatjes zijn gesneden. Wat gaat er dan nog meer in? Er gaan 3 augurken in.
snij ik 3 keer in. Dan 1 keer door de helft. En dan snij ik ze zo ook in blokjes. En omdat ze zo direct tegelijk met de paprika in de pan gaan, gooi ik ze ook gewoon gelijk bij de paprika in mijn bekken. Zo. Dan heb ik hier ook 2 knofjes. 2 knoflookteentjes. Die maken we lekker fijn. Die mag je gewoon echt wel goed fijn hakken. Nou, liggen hier nog champignonnetjes. Snijden we gewoon in plakjes. Blokjes moet je mij nou horen. Dan gooi ik eerst mijn waterkoker leeg. Dan pak ik eventjes een maatbeker en dan doe ik er 250 milliliter water in. Want dat heb ik zo direct nodig. Die doe ik in mijn waterkoker, want dan weet ik dat ik zo direct precies 250 milliliter kokend water heb. Nou, ga ik nu maar eens even een pannetje op het vuur zetten. Pannetje aan. Zo, niet gelijk heel erg hard te staan, want ik moet gaan pruttelen. Dan moet ik daar ongeveer 2 eetlepels olie in. Zo, en dan gaan hier alle groentetjes in. Dus de champignons, de paprika, de augurk, het knofje. Zo. Dan gaan we dat eerst eens eventjes 4 minuutjes bakken ongeveer. Nou, natuurlijk gaan we er niet heel de tijd in roeren. Want het moet ook een beetje een kleurtje krijgen. Dan denk je, wat ben je nou aan het roeren? Maar ik heb even in dit glaasje een klein beetje appelazijn gedaan. Want dat mag er zo direct lekker bij in. Nou. Dit begint lekker te pruttelen. En ook gelijk gewoon lekker te ruiken. En dat komt uiteraard onder andere door die knoflook die erin zit. Helemaal heerlijk. Gaat er 1,5 theelepel aangerookte paprika poeder in. En de appelazijn. Zo, als dit zo een minuutje geprutteld heeft, dan gaat het blikje tomatenpuree erin. En wees altijd voorzichtig, hè? Die scherpe randjes die eraan zitten. Jakkes. Zo. En gebruik een klein blikje. Gewoon zo'n klein blikje van 70 gram. Dan eventjes een minuutje weer de tomatenpuree mee bakken. ml gekookt water. En het halve bouillonblokje. Zo. Voeren er lekker in mee. Nou, dan staat er 6 eetlepels. Maar dat is lekker kleven. Dus dit is 1, 2, 3... 4, 5, 6 eetlepels tomaten ketchup. Nou, even goed doorroeren. En dan zet ik hem lekker op een wat lager pitje. Dus wat ga ik nou doen? Ik
ga even twee pannen omwisselen, want anders kunnen jullie zo direct niet zien hoe de schnitzels gebakken worden. En dit mag gewoon nu op een klein vuurtje gaan pruttelen dus. Dan tikken we even twee eitjes in een diebord. Probeer er geen schilletjes bij te doen, zoals ik. Hoppakee. Hé, hey, wat een eigenwijs kind ben ik toch ook, hè? Weer een schilletje. Die kloppen we even los. Met een vork. Hebben we hier het bord met de paneer. Je weet wel. Het bruine brood wat we in de keukenmachine hebben gedaan. En ik heb hier een bordje met bloem. Daar doe ik al wel stiekem een beetje zout bij. En een beetje peper. Zo. De schone vork. Even hussel, hussel doen. Je hebt hier gewoon varkensnietseltjes. Dus even goed erop deppen. En dan gaan we ze lekker klaarmaken voor gebruik. Die kunnen we lekker zo aan tafel. Wat is dan de bedoeling? Eerst eventjes in de bloem. Dat is zeg maar zijn beschermlaagje. Zo. En als ze dan in de bloem zijn geweest, schud je ze voorzichtig af. Niet dat je hele keuken onder de bloem zit, maar gewoon netjes. Dan doe je ze door het ei heen. Door het losgeklopte ei. Hoppakee. Zo, een beetje uit laten druipen. En dan gaan ze lekker in de zelfgemaakte paneer. Zo. Een zigeunersnitzel, jongens. Met zigeunersaus. Is dat lekker of is dat lekker? Nou kijk, dan ziet hij er zo uit. Helemaal lekker bedekt met paneer. En dat doen we dan met alle drie of met alle vier de schnitzels. Zo, pan op het vuur. Best wel een beetje aan de maat mag die. Doen we lekker wat olie in de pan. Laat het even goed warm worden. Even zorgen dat we een knijper, zo eentje, bij de hand hebben. Nou, het sausje gaat ook goed. Moeten we zo direct alleen nog heel even binden. Met een beetje maïzena. Eerst even een maïzenapapje maken met water. En dan gieten we dat er langzaam bij en roeren we het gewoon lekker goed door. Ruikt fantastisch gewoon weg. Wel nog een beetje peper. En een beetje zout erbij. Dan gaan we hem zo nog even proeven. Maar deze is goed. Nou, het mag nog iets heter, want hij wordt lekker te knetteren als ik hem in de pan doe. Die knettert al beter. Nou, drie. Genoeg voor het gezin. Die vierde bak ik er zo direct nog even achteraan. Goed erbij blijven. Nou, maar wat we wel intussen kunnen doen. Ik heb hier een beetje maïzena in zitten. Doe ik een beetje water bij. En dan roer ik een beetje door elkaar tot een papje. Altijd alle randjes goed meenemen. En dan doe ik hier vast een scheutje erin. Ga ik dat goed doorroeren.
Want als dat koude papje in aanraking komt met de hete vloeistof van de saus, dan gaat hij binden. En dat is wat ik wil. Ik wil niet een, zeg maar, een jus saus die helemaal vloeibaar is. Ik wil een sausje dat net eventjes wat dikker is en dat zo lekker op het vlees blijft liggen. Nou, geduld is een schone zaak ook. Dus even goed doorroeren en even kijken of het dik genoeg is. En anders maken we gewoon nog een klein papje. Maar het vleesje gaat ook goed. Dus ik ga die even lekker omkeren. Yum, 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 yum. Lekker hoor. Zo'n wiener schnitzel met zelfgemaakte paneer. Ik roer nog even een klein beetje maïzena door elkaar. Ik wil wel dat mijn sausje dus een beetje lobbig is. Ook even proeven. Mmm, lekker. Een klein zuurtje in, natuurlijk van de augurken die erin zitten. En lekker vol sausje. Kijk, zo gaat het met onze vleesjes. En zo gaat het met ons sausje. Zie je dat het niet meer een jus sausje is, maar een lekker en wat dikker sausje. Het hoeft natuurlijk ook geen ragout te worden of iets dergelijks. Maar gewoon een klein beetje een lobbig sausje is altijd lekker. Ik heb hier een lekker bordje met een zigeunerschnitzel. Lekker een stukje citroen erbij. En ik heb van gisteren die rijbekoeken lekker erbij met mijn appelmoesje. Nou moet ik alleen nog een beetje van die fantastische zigeunersaus eroverheen doen. En dan zeg ik, herzlich smekkelig. Tot de volgende keer. Eet smakelijk.